Welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik weer Green's House spelen. En dit keer met een challenge erbij. Namelijk mag ik alleen maar kruipen, waardoor ik veel slommer ga en de game dus moeilijker wordt. En Yellow me heel makkelijk kan pakken. Dus daar moeten we vooral voor oppassen. Laten we maar alvast in de ring gaan stappen. Ja, dan gaan we lekker mee met de bus. En dan gaat de game beginnen. En dan mogen we, vanaf de game begint, zeg maar, mogen we alleen nog maar kruipen. Oké, we worden geteleporteerd. Ja, word ik geteleporteerd? Ja, ik word geteleporteerd. Oké, daar komt de bus aan, denk ik. En ja, daar komt de bus aan hoor. Daar is hij hoor. En daar komt hij weer. En daar gaat hij weer. Nou, laten we lekker gaan beginnen. Welkom. Ik heb je hulp nodig. Oké, nou, ik ben benieuwd. Groen. Heeft, ja, ik wil echt gewoon zeggen, Greenhouse is het doen. Greenhouse locked up is... Ik kan gewoon echt, jongens, ik kan niet praten. In ieder geval, Green heeft ons opgesloten. Alles wat je moet doen, is de fuses te vinden. Nou, met die dingen kun je de codedeur activeren. Nou, tenminste, dat hoop je. Want eigenlijk werkt het niet. Maar daar komen we later weer op terug in de game. Oké, we zijn al begonnen. Het geluid staat wel heel zacht. Zo. Ja, het geluid is heel dom. Dat wil ik jullie even laten horen. Dus ja, oké. Vanaf nu mogen we alleen nog maar kruipen. Dit is heel vervelend. Dit gaat heel slom trouwens. Even kijken. Ligt hier een fuse? Nee, hier ligt geen fuse. Dit gaat zo belachelijk traag. Jong, ik kan hier niet eens opklimmen. Moet ik letterlijk gaan springen. Ja. Oké, ik ga wel even dit. Anders kan ik er niet op. Hallo, Green. Ik wil niet dood. Dankjewel. Ik kan niet springen. Ik moet wel, als ik een trap op wil, dan moet ik wel eventjes normaal lopen, anders dan kan ik niet springen. Wat is dit nou weer in vredesnaam? Is het een matras? Godverdamme, die ziet er wel heel oud uit. Oké, nee, hier zie ik ook helemaal niks. De zaklamp trouwens even erbij pakken. Even kijken, is Green hier toevallig? Volgens mij is Yellow er nog niet, dus ik zie daar ook al een fuse liggen trouwens. Ik hoop alleen niet dat Green hier nu is. Nou ja, in ieder geval niet te dicht in de buurt. Want ik kan niet wegrennen, want ik kruip. Zo sloom. Ja, dat eigenlijk. Oké, we hebben de eerste fuse gevonden. Laten we dan doorgaan naar de woonkamer, denk ik dan maar. Ik weet niet wie de livestream hebben gezien. Maar toen liep uiteindelijk Yellow daar in die kamer vast. Dat is, als het goed is, gefixt. Want de maker kwam er zelf ook achter. Kijk, daar ligt nog een fuse. We gaan eerst hier wel even kijken. Is Green niet hier? Nee, Green is niet hier. Oh, ik ga hem even. Ja, ik zie hier helemaal niks. Oké, nou, dan moeten we weer even doorkruipen. Ja, doorlopen heeft geen zin, want ik mag alleen maar kruipen. Goed, ja, hier ligt nog een fuse. Die gaan we ook even lekker meenemen. Zo. Ik weet letterlijk de vertaling even niet meer uit mijn hoofd van fuse. Dus het lijkt wel stopcontact of zo. Maar ja, weet je, boeien! Als ik gewoon achter die dingen heb, dan kunnen we weer door. Oké, hier ligt er dus nog een. Gaan we kijken achter die doos. Ik verwacht niet dat daar één ligt. Ik denk het niet. We kunnen wel even checken hier. Ja. Nee, er ligt niks. Ik zeg wel ja, maar er ligt er niks. En dan moeten we nou weer heel sloom door naar de volgende ruimte. We gaan denk ik nu de grote badkamer checken. Ja, of de keuken. Daar had ik ook al een fuse gezien. Ik verwacht dat Green boven is. Dus... daar moet ik geen last van hebben, denk ik. Ik hoor hem wel trouwens. Dus moeten we even voor oppassen. Nou, weet je wat? Ik ga eerst daarheen. Ligt hier toevallig nog achter de vieze wasmachine is toch iets? Hier ligt ook niks. Nou, dan moeten we even door. Even kijken, is Green hier? Lijkt er niet op. Even kijken, ligt hier nog ergens fuse achter? Ik zag er daar wel een hoor, maar. Even kijken, is daar eentje toevallig? Nee, ik zie daar niks. Dus even kijken. Ja, hier ligt er alleen eentje volgens mij. Ligt hier nog? Nou, lijkt me niet. Als ze zo dicht bij elkaar lagen, dan zou het wel heel makkelijk worden. Oké, we zitten inmiddels op de helft. Oh, hij loopt net naast me. What the? Hij loopt ineens, loopt hij naast me. Ik schrok me. Nou, eigenlijk schrok ik helemaal niet. Hij staat gewoon ineens naast me. What the? Oké. Misschien moeten we volgende keer beter oppassen. Ik denk dat hij zometeen hierheen komt en dat hij dan weer naar de woonkamer gaat. Dat denk ik hoor, maar ik weet niet of hij dat ook gaat doen.
kunnen even afwachten wat hij gaat doen. Of we kunnen gewoon even doorlopen. Dat we gewoon even die 8 fuses hebben en dat we door kunnen. Dat lijkt me een beter plan. Dus even kijken. Is hier een fuse? Ik wil de trap, dankjewel. Ligt hier eentje achter? Nope. Nou, ligt er vast wel eentje hier. Yep. Of nee, het is geen fuse trouwens. Het zijn gewoon van die domme neon lights die erop lijken. Misschien ligt daar in de hoek nog een eentje. Dat zou zomaar eens kunnen. Ik zie wel wat licht, volgens mij. Ik weet niet eigenlijk. Kijk, er zit hier eentje. Nee, niet eens. Oké, okay, nou ja, dat is jammer. Ik zie daar wel alweer eentje liggen. Dus daar gaan we meteen eventjes heen lopen. Nou ja, lopen. Kruipen. Goed, daar ligt hij op die kast. Is Green hier toevallig? Ja, hij is inderdaad daar. Laten we die maar lekker daar lopen. Oké, die ga ik even oppakken. Zo. Ik ga nog eventjes kijken of hier nog eentje achter ligt. Is even gluren. Ik zie hier. Hé, hier mag ik kloten. Nou, dan gaan we weer door. Die dingen geven ook licht, dus dan zou je ze moeten... Wat? Ik wil er langs, dankjewel. Dat kruipen, dat schiet een beetje heen en weer, zeg maar. Dus het kan af en toe zijn dat je niet... Huh? Maar mijn hoofd is gebukt, of zo. Het ziet er wel heel dom uit. Maar goed, we zaten toch de hele tijd in first person. Dus laten we dat maar gewoon weer verder gaan herhalen, zeg maar. Even kijken, Kelpo Industries, die ken ik niet. Even kijken, hier ligt niks. Nou, daarachter zie ik wel al licht. Dus achter het bed zou er vast wel eentje moeten liggen. Dus even kijken, ja, dit is er eentje. Hoppatee. Kijk, we moeten er nog maar twee. Het gaat lekker. Ja, dit is op zich ook niet heel moeilijk. Nou, eigenlijk ook weer wel. Want we mogen alleen maar kruipen. Benny Gamer, trouwens, Benny Gamer zelf heeft deze domme challenge weer verzonnen. En ik ben weer zo dom om het natuurlijk weer te gaan doen. Ja, dat. Hier ligt niks. Komt geen er niet aan? Of is geen hier niet boven? Nou, ik hoop het niet. Ja, maakt eigenlijk toch niet zoveel uit. Want we kunnen toch niet echt ontsnappen, zeg maar. Zo, ik heb nog een fuse. Is hier de laatste dan? Ik hoor Green. Loopt hij hieronder of loopt hij hierboven toevallig? Green, ben jij hier? Nope. Ligt hij vast met Arjen? Oké. Zag ik hem daar nou lopen? Kan maar zo, want ik hoor wel zijn voetstappen daar. Ja, ik zie daar de laatste al liggen. Dus dan kunnen we weer door. Loopt hij al naar boven? Het lijkt er wel op. Maar ja, we gaan gewoon even gauw deze fuse pakken. En dan kunnen we door. Zo, dankjewel. Nou, nu gaan we de codedeur even lekker activeren. Nou, gaat het werken? We gaan het zien binnen 3, 2, oh. We moeten eerst de codes vinden. Natuurlijk. Ja. Oh nee, yellow is er. Nu gaat het wel moeilijker worden, want yellow is wel sneller. Gelukkig niet zo snel dat hij al zoals hij het hele begin was. Yellow is faster en can catch you quickly. Ja, dat had ik op zich ook wel begrepen. Blijf veilig. Nou, dat gaan we proberen. Nou ja, veilig zijn we sowieso niet, want we zitten in dat domme huis van ze. Oké, de game gaat bijna weer beginnen. En ja, hier kan ik trouwens al even een beetje rondlopen. Niet dat het heel veel zin heeft, maar... Goed, we worden geteleporteerd naar het huis en we zijn er al. Oké, vanaf nu mogen we weer alleen kruipen. Dus even kijken, ligt hier een code? Die codes zijn trouwens wel wat moeilijker te vinden. En het zijn er maar liefst 16. En die moeten we vinden zonder de yellow ons voor onze haasje straapt. Zo, is hier eentje? Ja, daar ligt er inderdaad eentje. Code, nou wat een bijzondere code is dat zeg. Daar hebben we heel veel aan. Nou, dat is er één van de 16. Nu de andere 15 nog. Oké, het kan wel zo zijn dat de yellow eraan komt. Ik denk dat die nog boven is, maar... Ik denk dat ze allebei trouwens boven zijn. We moeten daar echt wel even oppassen. Oké, hier ligt er trouwens ook één. Dat zou zo eentje kunnen zijn die ik zo zou vergeten. Ligt hier nog iets? Achter die hele smerige wc-pot. Wie gaat ze er zitten? Nou, maar goed, we gaan door. Hier achter de deur misschien. Want ik heb al eens meegemaakt dat ik een half uur aan het zoeken was. En dat het gewoon achter de deur lag. Beter schreeuwen hier niet. Anders hebben we wel een probleem. Nee, Green is er niet volgens mij. Oké, laten we deze even lekker oppakken. Zo. Oh, yellow is er wel. Dat is een probleem. Gaan we gauw... Ja, we gaan snel erachter proberen te komen. Yellow komt hier wel, dat weet ik wel. Maar ik
ga hier achter staan en dan moet het vast wel goed komen, hoop ik. Hoop ik, hè. Als het niet goed komt, ja, dan is het maar jammer. Dan hebben we verloren. Het zou wel leuk zijn als ik er weer uit zou spelen. En dan ook nog eens met heel dom te gaan zitten kruipen. Hallo? Volgens mij is hij daar weer stil aan staan om te kijken of hij dat ziet. Ja, gaan we dat risico nemen? Misschien moet het ook gewoon niet doen. Ik hoor hem wel weer. Yellow, waar bent u aan het doen? Oh, ik wil zo graag gewoon lopen en kijken of hij er zit. Oh, ja, hallo Green, hoe is die? Ja, dat is ook niet heel handig. Maar hij moet maar ook niet door de muur heen hier slaan. Anders dan zijn we alsnog dood. Ik denk dat Yellow de benen heeft genomen, maar Green is hier wel. Dus ik ga niet de kamer uit totdat ze allemaal weg zijn. Liever eigenlijk. Waar de fuck is Yellow dan? Ja goed, ik ga wel even hierheen. Ik denk dat Green hier ook wel naar binnen gaat lopen. Kijk, normaal zou ik dan als Green hier naar binnen loopt meteen daar uitlopen. Maar dat gaat nu niet waarschijnlijk, omdat ik alleen maar mag kruipen. Yes. Is hij weer om zich heen aan het kijken zeker? Komt hij al? Waar blijft hij nou joh? Het is nu nog een beetje vervelend hoor, want ik word een beetje ongeduldig hiervan. Oeh, Coyello. Wat is die pannenkoek aan het doen? Loopt hij hierboven? Ik weet ook niet wat Green aan het doen is. Dus... Oh, Green is daar weer. Hij komt even dansend hierin, denk ik. Maar hij gaat weer de woonkamer in. Ik weet niet wat hij nou gaat doen. Laten we nog eventjes wachten totdat Green echt weg is. Ja, Green komt nou hierheen. Kijk, hallo, u gaat door de kast en de muur heen. Lekker hoor. Ja, mooie looproute zeg. Je glitst gewoon even terug om de andere kant op te lopen. Ja, geen. Wil je alsjeblieft weg? Is het risico waar? Nee, ik denk dat hij al terug gaat. We gaan gewoon achter hem aan. We weten ook waar die is. Is Yellow hier nog? Die gaat gebukt of zo. Nope. Oké. Dan gaan we hier ook eens even trouwens kijken. Want we moeten ook weer. Ja, het ziet er heel dom uit. Echt. Alsof ik een auto aan het besturen ben. Maar goed, daar gaan we het nu niet even. Gaan we nu even niet over hebben. Ik moet even die code hebben. Ja, hier ligt helemaal niks. Zo lang gewacht voor. Ja, ik wil er nog wel uit, hè. Dankjewel. Want daar ligt wel een code trouwens. Als ik die gemist had, hadden we wel een groot probleem gehad. Maar ja, dat ligt er natuurlijk aan of we zo meteen doodgaan. Als ze meteen doodgaan, dan heeft het eigenlijk helemaal niks uitgemaakt. Maar ergens hoop ik wel dat ik dood ga. Want ik eindelijk die stomme video afsluit. Wat kom jij nou weer doen? Ga eens even weg. Ga. Oh, daar is die andere pannenkoek ook. Weg. Weg. Denk dat hij nou hierin komt? Of gaat hij... Yellow gaat weg. Gaat Green ook nog eens een keertje weg? Ja, dag. Ga je maar lekker dansend weg. Kijk, ik denk dat Yellow gewoon in een van die kamers zit te klooien. Heb ik daar al gekeken? Ja, volgens mij wel. Toch? Ja joh, volgens mij wel. Laten we hier eens even checken. Ligt hier een code? Nope. Nou, Green liep er even langs. Oké, hier ligt al nog een koop. Oké, ik hoor Yellow heel dichtbij. Daar moeten we echt vooruit kijken. Oh, ja, ik wil hem oppakken. Dank u wel. Oh, oh. Waar is die? Ik kan ook wel ergens aan hangen, stel dat die komt. Daar nog code, maar ik ga eerst hier kijken. Hoeveel mij komt hij nou? Loopt hij nou hierboven of loopt hij nou in de woonkamer? Dan vraag ik me op even af. Ah, ik denk dat hij hierboven is. Oh, oh, hallo! Hij was inderdaad boven.
Moeten we wachten tot het weer komt of wat gaan we doen eigenlijk? Ja goed. Moet uiteindelijk toch weg, dus ik kan achter deze deur staan. Moet vast wel goed komen. Ik hoop niet dat die stupid nou hierheen komt. Dat komt hij wel. Ja, lopen, ga je heen? Hij gaat wel hierheen. Of niet? Of dan hadden we wel dood kunnen zijn. We zijn eindelijk na een jaar op de helft. Dus ik denk dat we nu wel naar boven kunnen. Maar ja, eigenlijk ook weer niet, want al die twee, die sukkels, die zitten boven. Dus dat gaat heel gevaarlijk worden. Maar ja, moet... Oh, mag natuurlijk niet. Ik ga even lekker onder de open haard zitten. Wat dacht je daarvan? Is Yellow daar nog? Oh, daar komt Green weer aan. Ik hoop niet dat hij mij hier kan raken. Hallo. Doei. Nou, ik weet niet wat hij gaat doen, maar... komt Yellow nou ook weer hierheen? Of... Ja, dit schiet niet op. Volgens mij loopt dat pleurisbeest daar. Ja, hij loopt daar. Hij gaat nu weer daarheen. Eigenlijk moet ik nu naar boven lopen. Eigenlijk. Maar dat is en een risico. En ze komen waarschijnlijk heel snel weer naar boven. Sowieso Yellow. Want Yellow is echt knijtersnel vergeleken met Green. Oké, okay, we gaan even hier kijken. Ze zijn tenminste wel iets veiliger. Ik weet trouwens niet of die... Volgens mij kan Yellow tegenwoordig hier ook komen. Maar ik durf niet te wedden. Ik weet het eigenlijk niet. Oké, okay, dat is nummer 9. Loopt hij nou of loopt hij hier naar beneden? Ik denk dat hij hier nog beneden is. Dit is zo vervelend. Want ik heb geen zin meer om te kruipen. Oh, daar loopt hij alweer. Ja, dat is kut. Hopelijk ligt daar niks. Ik heb daar nou nog niet gekeken. Nou, niet zo goed. Ja, ze zitten nu allebei hierboven. Dus eigenlijk, ja, ik wil eigenlijk wel een beetje ook weer een risico nemen, weet je. Eigenlijk... Oh. Oh nee. Ja, gaat u maar weer weg. Maar hij is nu waarschijnlijk in de kamer hiernaast en diegene die komt zo meteen ook eraan. Nee, ga jij maar weg? Hij gaat naar beneden alweer. Als Green hier niet is, kunnen we even lekker rustig hier rondhangen. Ja, ik schrik wel de hele tijd van die voetstappen van die domme Yellow. Ik denk dat er hierachter misschien nog wel een codetje ligt. Ja, er ligt inderdaad code. Is hij nou alweer hier? Of loopt hij nou hier gewoon onder? Ze worden wel heel erg verbaasd als hij nu alweer boven is. Maar natuurlijk kan altijd. Hij kwam nou achter mij en daarachter is geen kamer boven geloof ik. Ik ga gewoon. What the fuck? In één keer komt hij weer boven. Hallo, ga weg. Ik weet dat hij me hier net niet kan raken, dus ik ga even afwachten. Kijk even links in mijn beeld of die toevallig nog langskomt. Maar ik maak het al een beetje spannend hoor. Oh, komt ie? Is hij naar beneden? Green loopt hier ook. Ik ga sowieso even kijken waar... Oh, hij komt. Hij komt. Daag. Oké, hij is weg. Alleen Green. Die loopt hier dus nog. Is
geen hier. Nope. Hij komt weer naar boven. Ga weg. Get out. Moet hij weer precies naar boven als ik weer even een code wil zoeken, jongen. Ja, hij is die kant op gegaan, denk ik. Dat is vervelend. En daar moet ik nou net precies heen. Maar ik moet nog wel heel wat codes. Dus ik ga even rustig rondkijken. Terwijl ik die klote voetstap van die yellow blade hoor. Waar de fuck die code is. Fuck it, als die zo meteen naar weg is, ga ik. Kan die hier, ik weet niet of die via die kant die ruimte uit kan, dus ik wacht nog even voor de zekerheid. Nee, inderdaad niet. Hij komt er dus wel. Ja, ga je vastlopen nu? Oh, toch niet. Jammer. Nou, op zich ook weer niet, want dat is dan best wel een vervelende plek. Ja, yellow is nu daar en geen gaat weer die kant op. De kant waar ik op moet. Ik weet niet of hij door de muur raakt of zo. Dag! Flikker alle pijn maar op naar beneden. Hopelijk blijven jullie daar ook al wel eventjes. Dan kan ik even heel snel die codes nu eindelijk gaan vinden. Het duurt te lang. Maar ja, ik kan me niet vertellen dat er nou, hier nog 5 codes liggen. Ja, dat kan wel, maar ja, ik schat die kans niet heel groot in. Ja, daar ligt er wel nog één. Dus dat zou nog wel kunnen. Maar als ik weer naar beneden moet, dan zou het wel heel vervelend zijn, eigenlijk. Ja, ze zijn meestal langer boven dan dat ze beneden zijn. Daar zie ik nog een code. Zit er daar nog één? Nee. Oh! Hij loopt letterlijk langs me! What the f... What the f... Ja, oké. Okay. We moeten wel een keer het level halen, dus... We mogen ook wel een beetje meer risico gaan nemen. Hier ligt er nog één. Beter ligt er achter de laatste. Beter ligt er achter de laatste, jongens. Echt waar. Nope. Kut. Shit, man. Het gaat betekenen dat ik weer naar beneden moet. Maar hier neem ik wel een risicootje. Als hij hier loopt. Oeh. Nou, hij is hier niet, volgens mij. Eens even kijken. Is die code hier? Loopt de yellow weer daar. Ik weet niet of het al de slimste keuze was om nu al naar beneden te gaan. Dan komt die andere klojo weer. Nou, wat gaat u doen? Gaat u maar weer weg, daar. Hé, maar waar moet ik dan een code gemist hebben? Oh, dan komt die andere ook weer. Nou, ga nu maar wel naar boven. Nu mag je naar boven en dan gaan jullie beneden zitten rondhangen. Als diegene ook even weggaat. Kijk, dan loop ik alvast achter ze aan. Tenzij diegene nu ook weer hierin komt. Dan lijkt het wel op. Gaat die toch weg? Ik denk dat die zometeen wel weer terugkomt. Maar ik ga toch alvast lopen. I want that code. I need it. Zou me ook niks verbazen als die bij de spawn ligt ofzo, hoor. Waar is die klote code nou? Jongens, jongens, jongens. Ik ben benieuwd als ik klaar ben met de video hoe lang deze opname eigenlijk heeft geduurd. Jezus, zei. Even weg van het klote beest. Hij lijkt weer hierin te komen, maar ik weet het nog niet zeker. Oeh, daar komt hij.
kan goed dansen, pik. Maar ik ga weg. Als jij nou hier is, dan hebben we wel een probleem. We kunnen hier niet echt goed weg meer. En die green is net hier geweest, dus... Dan zou die al niet meer komen. Hallo. Oeh, hij wel. Hem vind ik eng. Ja, misschien kan ik beter even wachten totdat hij weer komt. Nou jongens, echt. We moeten voor mij sowieso nog één ronde. Misschien nog wel twee. En we zijn nog niet klaar. En ik wil nog meer video's opnemen. Nou, dat gaat mijn tijd. Bedankt, hè, Benny Gamer. Lijkt wel een livestream zo meteen als die op mijn kanaal komt. Als ik hem niet edit, tenminste. Blijft hij nou? Die yellow is toch nog niet langs geweest? Dat ben ik nou achterlijk. Hallo? Green moet ook nog niet komen dan. Oké, ik hoor hem. Hij is daar nog. Nou, dan bent u zo snel en dan zit u zo lang in één kamer. Schiet op, nu. Anders gaat het gewoon wagen. Laten we hem wagen. Even kijken. Nou, dan gaan we even lekker bij de hele goede spawn. Nou, hier ligt niks. Oh, ik mag natuurlijk niet. Dat is heel vervelend. Echt heel hinderlijk. Daardoor zit ik nu al weet ik veel hoe lang op te nemen. Waar is dat schijding? Hij is hier niet. Oh, dan moet ik weer door dat hele huis heen. Is hij niet daar toevallig? Daar had ik hem wel in gedachten. Als je dan even weggaat. Ben ik blij dat ik daar niet meer zit hoor. So do you. Kanon hè. Hopelijk rot hij nou op. Hier ligt hij niet. Even achter de deur. Nope. Toch niet alsnog in die kast. Nee, ook niet. Hé? We moeten zo meteen ook nog planken vinden om je... Oh. Ik zag in één keer een arm. Ik zag in één keer een arm en toen ging ik dood. Nu, het is van 200 coins naar 250 naar 400 coins geraakt. Ik snap het op zich ook wel. Dus je kan het volkje staf dienen. Hallo, daar is die klootzak die me heeft vermoord. Klootzak. Maar ja, dit is het einde van de video. Nee, maar wat ik dus wil zeggen. Ik moest toch planken vinden. Daarna moest ik geloof ik nog iets vinden. En dan pas konden we eruit. Ik ben wel benieuwd waar die code heeft gelegen. Daar kan de maker heel makkelijk achter komen. Maar ik niet. Dus bij deze moet ik de video maar gaan beëindigen. Dus vonden jullie dit toch wel een leuke video? Oh, daar gaat Jello trouwens weer. Vonden jullie dit een leuke video? Vergeet dan zeker niet om het duimpje omhoog te doen. Een reactie achter te laten met wat je. Of je dit meer wilt zien. Of met wat je anders wilt zien of zo. Weet ik veel. Abonneer natuurlijk met het belletje. En dan, daar lopen Green en Jello langs. En dan, dat was de video. Laters!